Ja, Evert, ik kijk gelijk naar jou. Want we beginnen onze uitzending met de commotie die gisteravond hier aan tafel was. Ik uh, zat er naar te kijken. Ja. en Het was de verjaardag van Bridget, die 50 werd. En ja. die heeft een boek geschreven, Hoe word ik 50? En uh, daarin heeft ze het over heel veel hoogte- en dieptepunten in haar leven. Want niet alles was even succesvol. Maar al met al heeft ze toch een prachtige carrière. en wel wat neergezet. en houdt ze het Zeker. als 50-jarige behoorlijk vol in de media. En uh, onze Patty die was terug gisteravond. en die zat uh, uitgebreid te vertellen over iets wat niet in het boek staat. namelijk haar bruiloft. En een akkefietje, wat daar uh, plaatsgevonden had. tussen Bridget en uh, André Hazes. met wie ze later een relatie kreeg. Een akkefietje, dat is wat ze Ja, mensen een amoureus uh, 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 toestandje. waar uh, wij nog heel lang over nagepraat hebben. na de bruiloft ja. van Betty Bart. En uh, ja, dat was eigenlijk. we hebben het later uitgepraat, Bridget en ik. dat leidde tot een rechtszaak. omdat Peter R. De Vries haar gebeld had. en gezegd had: van nou, dat moet je niet accepteren. en daar kunnen we wel een rechtszaak over beginnen. En Bridget ging daarin mee. En ja, het ging er helemaal om dat, dat zij een relatie kreeg kreeg met, met André en dat ik schreef van nou ja dat is niet heel erg verrassend want vijf jaar geleden hadden ze ook al min of meer wat in ieder geval in de huwelijksnacht van Patty hadden ze hun eigen avontuur en daar was Britje toen zo boos over dat ze inderdaad een kort geding begon daar zag je net de beelden van en dat heeft ze op alle punten verloren en later heeft ze mij eens gebeld van ja was dat nou wel nodig en had dat niet op een andere manier gekund ik zeg ja maar ja, jij, jij hebt je laten opnaaien door Peter en zijn zoon Royce om, om daar een kort geding van te maken terwijl ik allemaal getuigen had die allemaal Bevestigde wat daar gebeurd was. Patty zei gisteren zat de slip op de, op de enkels. En uh, dat was wel zo, maar dat stond niet in het verhaal. En ik had dat nog een beetje cryptisch omschreven... tot een, uh, nou, ja, iets heftigs of zo. Maar... Nou, okay. en, uh, dus dat, dat verbaasde me wel, dat dat toen zo hoog opgelopen was. Later ja, was, was ze de... dat dan zelf vergeten? Of ja, zo? dat denk ik. Ze was in ieder geval zo in de wolken na een hele dag feestvieren... op de bruiloft van Patty, dat ze dat niet meer geweten heeft. Nee. Toen uh, Peter haar belde, dat ze daarin meegegaan is in dat kort geding. Dat is er duur komen te staan, letterlijk. Ik geloof dat dat wel 15.000 euro gekost heeft. Want ze werd ook nog eens voor oordeel tot het betalen van de kosten mm -hmm. en uh, toen belden ze hem een keer half jaar later of zo van kunnen we er niet eens over praten dat hebben we toen gedaan ja. nou kom ik weer met mijn koffie en dan uh, maar wel hebben... netjes gewoon om dan te ja, heel goed in hebben we hebben heel, ja, ik dat heel ook. prettig samengewerkt maar dat had ze eigenlijk toen moeten doen en had ik kunnen bijpraten wat er op die uh, bruiloft allemaal gebeurd was later zei ze het ging het, ik heb zoveel ellende over me heen gekregen omdat ik wat met andere hazers kreeg vanwege dat leeftijdsverschil nee dat was niet vanwege het leeftijdsverschil dat had alles mee te maken dat wij allemaal gezien hadden hoe Monique eindelijk ten huwelijk werd gevraagd en vijf weken later dat André van het pad af was en met Britje er vandoor ging. Dus wij koffie drinken. En toen was het eigenlijk zo opgelost. En uh, toen zei ze: ja, volgens mij ben ik het slachtoffer geworden van de ruzie die jij hebt met Peter R de Vries. Ik zei, ja, dan, dan komt het in de dag. Want hoe hier. ging dat in toen ik. Nou de ja, tijd... Peter had toen een advocatenkantoor met zijn zoon en onder andere en, uh, en, en nog een collega die later talkshowpresentator geworden is. En uh, die belde gewoon op woensdag als de bladen uitkwamen. Of ja, mijn krant komt dan elke dag uit. Van daar kan ik wel een zaak voor beginnen voor je. En Britsje dacht, van nou laten we dat doen. En die heeft er nooit op gerekend dat er zoveel collega's bereid waren om te wat ze die avond bij Patty hadden gezien. Patty zei gisteren van het is altijd een schaduw over mijn bruiloft geweest, want ja, het was gewoon een gênant moment. En het verbaasde me eigenlijk dat het er gisteren over ging, juist omdat het niet in dat boek stond, omdat Bridget dacht van laat ik dat maar even overslaan, dat hele hoofdstuk. Ja, maar goed, tussen jou en Bridget, alles weer? Nou, ik spreek er bijna nooit en ik kom er ook nooit tegen. We hebben een ander circuit kennelijk waarin we uitgaan. Maar ik wilde nog wel even van harte feliciteren. En wat dat bij betreft, of wat Cude. En ik heb altijd leuk met haar gewerkt. Dat was het vervelende aan die hele zaak. Maar ja, dat ze al eerder wat met André gehad had, dat, dat vond ik toch destijds wel aardig om even te vermelden.